Ilke, je gaat hier vandaag naartoe, naar Tilburg, met een 1-1 stand. Je verliest hem dan in de laatste minuut. Degradatie uit de hoofdklasse. Ja, hoe zuur is dit? Verschrikkelijk zuur. Na de ongelofelijke tweede seizoen zelf die we hebben neergezet, komt dit aan als een mokerslag. Dat, hè, de ongelofelijke tweede seizoen, zelfs met name richting het einde van het seizoen, hè, leek het erop van nou, misschien al die play-offs ontlopen. Je belandt er dan toch wel in. Dan moet je eigenlijk in dit soort wedstrijden moet je boven jezelf uitstijgen. Dat deden jullie niet vandaag, hè? Nee, absoluut niet. We hebben inderdaad in de competitie zijn we inderdaad echt boven onszelf uitgestegen. We hebben potten gewonnen in de laatste minuten. En dat hebben we ook echt afgedwongen. Ja, en vandaag hebben we dat absoluut niet kunnen waarmaken. Dan gaan we over dat cliché hebben. Het dubbeltje of het kwartje valt dan de verkeerde kant op. Ja, maar dat is heel zuur in dit soort wedstrijden. Eigenlijk mag dat niet, hè? Nee, maar ik denk ook niet dat het een dubbeltje of een kwartje de verkeerde kant op viel. Ik denk gewoon dat wij niet goed genoeg hebben gepresteerd vandaag. En dus gaat Tilburg met de overwinning weg. Ja, de eerste 10 minuten schoten jullie best wel uit de startblokken en jullie begonnen voortvarend, veel druk. En jullie verstoorden hun opbouw ook goed, hè. Ze kwamen er niet aan te pas. Toch bleef die grote kans dan uit en kreeg Tilburg de kans om terug te komen. Ja, waarom hielden jullie dat niet vast in het begin? Laten we wel weten. We hebben natuurlijk gisteren een redelijk zware pot gehad met 2 verlengingen en een shootout. En dat was sowieso het plan. We zouden eerst druk zetten en dan even terugzakken. En dan weer later weer terug gaan in dat patroon. Ik denk inderdaad wat je zegt, het ging vrij goed. Maar we hebben later kwamen we niet meer terug in dat ritme dat we hun echt konden verstoren in de opbouw. En dat heeft ons denk ik genekt. Ja, dat heeft jullie genekt. Is ook een belangrijke factor het missen van Tijn Kneteman. Jullie aanvoerder, hè, pakte gisteren geel, was geschorst voor vandaag. Ik denk dan, ja, wat een moment om dan geschorst te zijn. Het komt allemaal niet echt lekker uit dan. Nee, dat kan je inderdaad zo zeggen, ja. Nou ja, dat is natuurlijk een groot gemis. Onze vrije man, onze eerste cornerman en onze aanvoerder, ja. Die wil je uiteraard in dit soort potten bij hebben. Maar goed, je moet roeien met de riemen die je hebt. En dat hebben we absoluut gedaan vandaag. En ik denk ook niet dat het daaraan heeft gelegen dat we hebben verloren. Hey, je degradeert hier nu in een uitduel. Hoe ga je dit nu verwerken, hè? Wat gaan jullie nu met het team doen? Gaan jullie nog afspreken met elkaar? Wat gaan jullie doen? We gaan nu sowieso even terug naar de club. Zeker ook met de fans die hier waren. Toch even bedanken en even een biertje doen om dit toch even een soort van weg te spoelen. En dan, ik denk dat we komende week of volgende week komen weer bij elkaar. Elkaar recht in de ogen kijken en bepalen wat we volgend jaar gaan doen. Want dat, ja, we moeten natuurlijk proberen die groep bij elkaar te houden om volgend jaar gelijk weer terug te komen. Ja, bij elkaar houden, dat gaat dan niet meer lukken. Hè? Tijn die gaat weg. Tijn Lissone gaat ook weg, hè? Die gaat naar Amsterdam. Dat ga je niet bij elkaar houden. Nee, dat zijn 2 spelers van de 18. Maar we gaan de rest van de groep zeker proberen bij elkaar te houden. Dankjewel voor de snelle reactie. Geen probleem.